Het district Nikeri kampt al enige tijd met gevallen van leptospirose. Dit is het gevolg van een rattenplaag waarmee het westelijk gelegen district thans te maken heeft. Dr. Radha Ramyatan is coördinator van de Leptospirose Task Force in Nikeri. Zij legt aan de communicatiedienst Suriname uit waarom er eerder sprake is van leptospirose, waarvan de ziekte van Weil een ernstige vorm is. Tot nog toe zijn er 10 gevallen geregistreerd, hetgeen volgens de arts veel is voor de kleine Nigeriaanse gemeenschap. Ten aanzien van de leptospirosis, inderdaad hebben we momenteel te kampen met een uitbraak van de leptospirosis. Het is een ziekte dat veroorzaakt wordt door de leptospirobacterie, een bacterie die vaak genoeg door ratten wordt overgebracht. Het is niet alleen de rat, maar ook andere diersoorten kunnen het overbrengen dat minder bekend is, zoals honden, koeien, schapen kunnen het ook overbrengen. Maar dat komt minder voor in Suriname, zeer berucht zijn de ratten, omdat de rat meestal de drager is. Ze worden zelf niet ziek, maar ze kunnen het dragen in hun nieren. Dus als zo'n rat die de bacterie in zijn nieren heeft plast, en vooral in het water, dan komt die bacterie in het water. Komt de mens dan zonder bescherming, zonder laarzen in contact met het water? Vooral als hij nog gebroken huid heeft, zoals met sneetjes, wondjes en zo, dan gaat het makkelijker. Want normaliter is de huid een natuurlijke barrière tegen ziektes. En dus raakt zo iemand besmet met de leptospirosis bacterie. We hebben inderdaad te kampen met een uitbraak. Normaliter, leptospirosis komt wel eens voor, maar incidenteel. Maar de stand van zaken is, ik zit nu de data te verwerken. De eerste cases, als ik het goed heb, zijn in mei begonnen. Ik ben nog niet klaar met alle data invoeren. Maar in mei zijn de cases begonnen waarbij dus één persoon is overleden, jammer genoeg. En daarna zijn er meerdere cases geweest. Enkele zijn verwezen geweest naar de stad omdat het heel ernstig waren. Mensen van wie de nieren waren uitgevallen en natuurlijk ook de lever kan aangetast worden. Er zijn mensen die op de intensive care unit van AZP zijn beland. Eén is naar de Slans Hospitaal gestuurd. En mensen die ook extra care nodig hebben, ook voor de dialyse. En tot nu toe, wat ik de melding heb gehad, is bevestigd hoor, labtechnisch bevestigd. Hebben we 10 cases bevestigd sinds mei tot nu toe. Ik zit in de wacht, dus ik heb gisteren nog een aantal mensen gehad die vermoedelijk ook hadden. Ik heb ze allemaal verwezen naar het ziekenhuis om labtechnisch te bekijken en beoordelen. Want je weet, we hebben een uitbraak, maar de ziekte is te voorkomen. En op dit moment wat we hebben, een ander probleem dat ook samenhangt, is dat we een enorme ratplaag hebben in Nikeri. En blijkt dus dat het voornamelijk in de rijstvelden zijn. Ik heb nog geen veldbezoek afgelegd, was ook door omstandigheden werk in de stad. Maar ik begrijp dus, ook de cases die ik heb ingevoerd zijn allemaal mensen, voornamelijk mannen die de ziekte hebben opgelopen. Mannen die dus geen bescherming aan hadden, zonder bescherming in de rijstvelden hebben gewerkt. En zijn nagenoeg allemaal die in de rijstvelden hebben gewerkt of bezig zijn geweest. Er zijn ook enkele gevallen in Nieuw-Nikeri zelf, maar daar is nog onbekend hoe zij in contact zijn gekomen. Je weet, de bacterie zit niet alleen in water, maar het zit ook in die modder. En het zit ook in die soil, hè, in de aarde. Dus al heb je een droog klimaat en je gaat blootsvoets lopen, kan je toch nog besmet raken. Dus momenteel wat we hebben, de minister is geweest hier, heeft een taakgroep ingesteld. Duidelijk te zijn, de minister van Volksgezondheid. Ja. Minister van Volksgezondheid. En de directeur van Volksgezondheid heeft gevraagd of ik het wil coördineren vanwege mijn public health achtergrond. En zodoende ben ik erin gerold. En ik heb al 1-2 meetings gehad met de groep. En het probleem van de ratten is ook dat het samenhangt met grofvuil natuurlijk.
Los van dat de populatie van die ratten zijn gaan toenemen, zeer waarschijnlijk is hun natuurlijke vijand verminderd ofzo, waardoor ze een overgroei hebben. Maar ook de grofvuil, waar ratten welig kunnen broeden, ze kunnen nesten daar bouwen. Of als mensen hun huisvuil of etenswaren niet op tijd opruimen, weet de rat hoeft niet bij jou te zijn, maar hij komt om eten zoeken. Drinken, ze hebben voeding en drinken nodig, water. Water hebben ze in overvloed door de regen. En wat ook gebeurt is dat door de extreme regenval van de laatste tijden, de rioleringen ook helemaal overlood zijn. En ik denk dat de rat ook dan een ander onderkomen gaat zoeken. Ze wil ook niet gaan verdrinken. En voordat je oppast en je hebt, als je grofvuil hebt op je erf of zo, dan komen ze op je erf en daar gaan ze nesten. Met alle gevolgen van dien. En kijk, toen wij dus de eerste cases hadden, we hebben milieuinspectie erop afgestuurd. Als je de mensen vraagt, meestal, ze willen niet vaak toegeven dat ze ratten hebben. Maar de milieuinspectie kijkt niet naar de rat, maar meneertje rat gaat niet wachten. Hallo baas, ik ben hier. Maar je gaat naar de tekenen. Zie je hun poepjes, zie je sporen daar waar er geknaagd is. Dat geeft al een indicatie dat we ratten hebben. Ander probleem wat we ook constateren, dus voordat ik was in Paramaribo vanwege werk toen de groep geïnstalleerd was, was er al vanuit de groep besloten om grofvuil op te halen. En wat we hebben gezien, afspraak was meer in de westelijke kant, Nieuw-Nikeri, westelijke polders en Nieuw-Nikeri, omdat daar de eerste cases waren, logischerwijs. Het is bekendgemaakt. En blijkt dus dat een heleboel mensen hun vuil buiten hebben gezet op de bermen. Ook de oostelijke kant. Maar het plan was voorlopig Nieuw-Nikeri en zo. Maar als je nu al je vuil buiten zet. En ik begrijp dat de mensen ook een beetje ontevreden zijn. Van het gaat niet zo snel. Maar we hebben een aantal challenges waarmee we te maken hebben. Waaronder vervoer. Vervoer, we hebben net vier trucks die het vuil kunnen ophalen. Dat zijn de normale vuilophaaldingen, dat huisvuil ophaalt. We hebben ze vrijgemaakt om twee trucks in te zetten voor grofvuilophaal. Ik had ook toestemming gevraagd of Hazard, die ook een grote truck heeft, ook kan inkomen om ons te helpen. Dat is ook geschied. Maar ik heb eerder ook al aangehaald in de media. Het tempo zal niet dat zijn wat wij wensen, want ik heb ook de melding gehad dat er op bepaalde adressen zoveel rommel is dat twee ladingtrucks niet voldoende zijn om één adres eigenlijk opgeruimd te hebben. En als je bedenkt hoe groot Nikeri is, logisch dat we niet die tempo kunnen aanhouden. Dat is één waarmee we te kampen hebben. Tweede, ik heb dat gelijk ook ontzenuwd. Wie gaat zijn grofvuil buiten zetten? Wie gaat zijn grofvuil buiten zetten? Zijn de mensen, in ieder geval de mensen die netjes zijn, die hebben regelmatig hun vuil opgehaald, die zitten zonder grofvuil. De mensen die de boodschap hebben gehad op die advertisement van er wordt grofvuil op, die gaan hun vuil buiten zetten. En ze zijn willing om een schoon milieu om zich heen te hebben. Maar wie gaat het niet zetten? Het zijn die blote percelen waar mensen eigenlijk als dumpplaats gebruiken om allerlei troep te gooien. Dat vuil gaat daar blijven staan. Eén. Tweede is adressen waar zwervers zich ophouden met allerlei troep. Ja. En die twee soorten zijn dus eigenlijk de haarden. Dus dan heb je misschien straks alle rommel opgeruimd, zogenaamd. Maar de haarden zullen nog blijven bestaan. Begrijpt u? En dit neemt allemaal tijd. Ik heb ondertussen vorige week al een meeting gehad. Niet vorige week, de week daarop denk ik. De tijd gaat zo snel. Meeting gehad met RR-leden, met enkele DR-leden officieel. En ik heb een medewerking gevraagd. Kijk, het is een ja, ik heb de bevolking nodig. De resortsraadleden kennen hun resort het best. En ik heb ze gevraagd of ze binnen hun resort zulke percelen in kaart kunnen brengen. En zodra ik dat heb, ik moet dan de eerstvolgende meeting plannen van wat voor informatie hebben we, gaan we gezamenlijk met het hele team even een plan uitwerken hoe we dat het beste kunnen opruimen. Natuurlijk zijn er ook nog bepaalde adressen die als
Ik wil het netjes houden, zijn die hard mensen die ervan houden in een smerig milieu te leven, om het zo te zeggen. Keer op keer aanspreken. Ja, ondanks dat, BOG, politie, alles. Het hele team zit erin. Maar dan nog, daar proberen wij ook weer een andere aanpak te hebben. En kijken of het succesvol is. En tot dan, en als u dus begrijpt dat 1, de vuilophaal niet zo snel zal gaan, de actuele haarden nog een tijdje zullen bestaan, wil ik bij deze volk oproepen om zich zo veel mogelijk te beschermen. Al zijn die ratten om je heen, als je laarzen aan hebt of als je met je handen gaat werken in het veld, draag die rubberen handschoenen, die lange, die Chinezen verkopen het. Als u zich kunt beschermen, ook uw kinderen, met laarzen, niet zomaar op het erf laten spelen, want kinderen houden ervan in plasjes te gaan spelen. Verder wil ik ook meegeven, als mensen stilstandwater hebben, plasjes op hun erf of op de straten, even een sleufje graven, laat het water wegstromen. Dan, ik bedoel, je eigen milieu moet jij zelf schoonmaken. Wacht niet tot de overheid het moet doen, want elkeen wil in een schoon milieu leven. En als iedereen een handje bijdraagt, kunnen we dat probleem sneller oplossen.